Waar je ook werkt, kantoorgebouw, magazijn of productiehal, je moet ademen. Daarom is het belangrijk dat de lucht die je inademt gezond is. Hoe je de luchtkwaliteit kan meten en verbeteren, horen we in Antwerpen. Luchtkwaliteit is natuurlijk een heel ruim begrip. Momenteel focust de overheid zich voornamelijk op de CO2-concentratie. En men gaat er dan ergens vanuit dat als de CO2-gehalte door die verluchting op een aanvaardbaar niveau gehouden wordt, dat de andere verontreinigingen in die ruimte ook op een aanvaardbaar niveau wordt gehouden. Nu, die 1-op-1 klopt niet helemaal. We hebben een uitgebreid onderzoek gedaan en zo wordt ook vastgesteld dat luchtkwaliteit veel meer omvat dan enkel CO2. Als we dan kijken naar de neurotoxische stoffen die aanwezig kunnen zijn, ja, dan kunnen de symptomen gaan van geheugenverlies naar gehoorverlies en gezichtsverlies. Eigenlijk allemaal zaken die niet zo snel opgemerkt worden, omdat dat ook ouderdomsverschijnselen zijn. En dat kan eigenlijk gemedieerd worden door chemische stoffen. Nu, wat kan atmosfeerverering betekenen? Wij helpen dus mensen om hun gezondheid te vrijwaren door hen te beschermen tegen schadelijke stoffen. En wij doen dat zowel bij de mensen thuis in de living, in de slaapkamer, als bij grote industriële klanten, in de maritieme, logistiek, eigenlijk alle sectoren. Wij helpen iedereen.